Plus met Art Rooijakkers. Ja. Ja. Goedenavond, goedenavond. En wat een spontaan applaus. Dank jullie wel daarvoor. Welkom allemaal bij Virus, want dit is Virus. Je bent aan het kijken misschien wel. Je kan ook luisteren naar ons op Radio 4. We zijn er vanuit de Rotterdamse Schouwburg in samenwerking met De Doelen. En we zijn te zien op radio4.nl/virus, op Cultura24 en op TV Rijnmond. En we halen recordcijfers, mensen. Hebben jullie dat meegekregen of niet? We zijn een kijkcijferhit. Jullie worden wereldberoemd hier op de eerste rij. Echt waar. Je kunt over ons twitteren, hashtag muziekvirus. En we hebben vanavond een bomvolle uitzending. Het is snikheet. Nou, hier in de Schouwburg valt wel mee. Buiten is het snikheet. En we hebben ook een beetje een broeierige uitzending vanavond. We hebben straks een Rotterdam strijkorkest met loterij. We hebben een fantastische zangeres en talent van Codarts. Maar eerst zijn hier speciaal voor Virus uit het buitenland gekomen. Ze hebben echt van alles moeten doen om hier vanavond samen te zijn. Maar het is gelukt. Viool- en gitaarduo Marlon Tietre en Frederike Seys.
Kijk, een ovationeel applaus voor Marlon Tietre en Frederike Seijs. En ze speelden het stuk Nightclub 1960 van Astor Piazzolla. De virus vuurdoop. Ja, de virus vuurdoop. Heb je nou altijd al een muziekinstrument willen spelen? Dat kan bij virus. Wij maken dromen. Wij laten dromen uitkomen. En dat doen we vanavond door een professional een masterclass te laten geven. Dus je krijgt de kans om in een uur tijd te leren een instrument te bespelen. Tot op zekere hoogte dan natuurlijk. En dan mag je aan het einde van virus meedoen aan de clash die wij hier elke week hebben. En vandaag is de gelukkige of de ongelukkige Pieter. En Pieter, jij hebt nu al een bijnaam. Want jij gaat een instrument bespelen. Dat is de saxofoon. En wat is jouw bijnaam vanavond? Nou, ik noem mezelf vanavond de Epic Sax Guy. Dat is toch een beetje mijn idool in de saxofoonwereld. De Epic Sax Guy, Pieter. Goed, je hebt je aangemeld via Facebook. Waarom wil jij zo graag saxofoon spelen? Is dat vanwege die bijnaam? Nou, het begon eigenlijk toen ik op een student jazz festival in de Of Corso een paar jaar geleden Hans Dulfer zag spelen. En toen dacht ik al van, nou, dat saxofoon, dat heeft toch wel iets. Ja. En toen kwam een paar maanden geleden ook nog die video van de Epic Sax Guy, die gewoon 10 uur lang op YouTube non-stop die loop doorspeelt. Toen dacht ik van, nou, dit is toch echt wel iets heel gaafs waar ik ook maar een keer mee moet gaan doen. Ja. Dus, jij gaat nu saxofoon spelen. Wat, nou ja, ik speel geen instrument helaas, maar ik heb me laten vertellen dat het niet makkelijk is. En jij gaat dus nu, we zijn inmiddels zo'n 10 minuten bezig, over 50 minuten moet jij het kunnen. Daar is veel moed voor nodig wat jij gaat doen. Nou heb jij gelukkig wel een buitengewoon goede docenten aan je zijde staan. Dat is Stefanie Franke. Jij was vorige week nog in virus, maar dan niet als docenten, maar als muzikant. Maar vanavond ga jij het onmogelijke mogelijk maken. Jij gaat deze Incredible Sax Guy... sexy guy. Hè? Die ga jij laten saxofoon laten spelen. Kan dat überhaupt? Nou, ik ga er helemaal vanuit dat dat gaat lukken. Nou, daar gaat hij. Ik ben benieuwd wat jij uit de saxofoon weet te toveren. De vingers worden nog even goed gezet en daar gaat hij. Wow! Nou, dat vind ik knap, Pieter. Vind ik heel knap. Ah, dankjewel, Art. Nou, en zo gaan we dus verder. Gaan jullie snel de coulissen in, want jullie moeten heel hard aan de slag. Dit is wel een heel veelbelovende plin. Begin. Een groot applaus voor Pieter, want hij gaat iets moedigs doen. Ja, dan mag nog geapplaudisseerd worden.
Het RE Orchestra met een deel uit het eerste deel van de Kammersymfonie Opus 83a van Shostakovich. Ik ga nu naast de dirigent staan. Ja, voor degenen die zitten te kijken via radio4.nl/virus of via TV Rijnmond, die zien het. Maar er staat hier gewoon 18-koppig, denk ik dat jullie zijn. Een 18-koppig orkest? Nu wel iets van 18-koppig. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roberto, de dirigent, gaat ze even tellen. Je weet wel met hoeveel jullie gekomen zijn? Nee. Nee. Horen jullie allemaal bij dit orkest of zijn er gewoon mensen die dachten ik ga er even bij zitten? Nee, jullie hoorden wel allemaal bij. We hoorden een stuk van Shostakovich, maar voor jullie heeft het alles te maken, en dat zullen jullie misschien in het publiek of ook als je thuis zit te luisteren verbazen, met volksmuziek. Ja. Leg uit. Wel, veel muziek van Oost-Europese componisten van de eerste helft van de 20e eeuw. Is beïnvloed door volksmuziek. Dus dat merk je soms niet, omdat de context van de concerten is, de verpakking van een concert is klassiek, en dat geeft een soort filter tussen jij en de muziek, en dan jij hoort niet meer dingen in de muziek. Ja. Dus bijvoorbeeld, je gaat naar een concert Shostakovich of Bartok te luisteren, in de context van een concertzaal samen met Brahms en Beethoven. En dan, dat is de focus van je aandacht. En dan vergeet je eigenlijk dat er bijvoorbeeld ook invloeden van volksmuziek bij kunnen zitten. En dat was nu wel het geval. Ja, precies. Ja, precies. Dan ga ik eens even checken hier bij deze meneer. Heeft u daar iets van gehoord terwijl u zat te luisteren? Want u zat wel heel aandachtig te luisteren hier op de eerste rij. Ik was niets dan verwonderd over de volksmuziek. Ik geloof er helemaal niks van. Goed, mocht je trouwens thuis een vraag hebben, je kan ons twitteren, hashtag muziekvirus. Dan heb je natuurlijk eeuwige roem onder je Twittervrienden, want wie twittert er nou liever niet over muziekvirus? En je komt hier ook op een enorm scherm, wordt je vertoond, je tweet. Roberto, die volksmuziek, dat is een behoorlijke invloed voor jullie op het moment. Het volgende stuk dat jullie gaan spelen is een Hongaarse volksdans, Sugalo, spreek goed uit. Hoe moeten we daarnaar luisteren? Het is gewoon volksmuziek, dus de muziek normaal gesproken is gespeeld door straatmuzikanten, muzikanten zonder een opleiding. En belangrijk is dat die muziek, het komt direct uit de hart van die muzici en gaat direct naar de hart van de luisteraars. En we spelen samen een volkstuk, samen met Shostakovich en Bartok, precies om de volkinvloed in Bartok en Shostakovich te tonen of te underline, hoe heet dat in het Nederlands? Ik vond het heel goed klinken. We dompelen ons onder in de wereld van het RE Orchestra. We zijn begonnen met Shostakovich en nu gaan jullie verder met de Hongaarse volksdans Sugalo. Ja. Het RE Orchestra.
Orchestra met Sugarlow. En we blijven in de wereld van het RE Orchestra. Jullie gaan nog een stuk spelen, voortbordurend op de volksmuziek. Kun je er iets over vertellen? Even kijken hoor. We spelen Bartok Divertimento. Mm-hmm. Daar zitten dus ook weer thema's van volksmuziek in. Dus we dachten dat het een hele leuke combinatie is om dan volksmuziek te spelen. Mm-hmm. Zodat mensen kunnen horen waar het nou eigenlijk vandaan komt. En we proberen dus niet heel netjes klassiek te spelen, maar wat ruiger. Dat het wat anders klinkt. Ja. En moet je daar nu, want Bartok gaan jullie spelen, moeten we daar nou met andere oren naar gaan luisteren? Moeten we er op een bepaalde manier ons instellen? Heb je nog een tip voor de mensen die hier zitten of die thuis gaan luisteren? Ik zou zeggen, genieten. Nou, dat lijkt mij een hele goede tip. Hier is weer het RE Orchestra. Thank you.
Met het eerste deel uit Divertimento voor strijkorkest van Bartok. Het RE Orchestra komt later nog terug met een loterij. Virus ontdekt. Ja, we hebben elke week die prachtige column in Virus. Maar we ontdekken in Virus ook elke week aanstormend talent van Codarts Rotterdam. En vandaag is dat, ze staan hier al achter me, het duo Fortissimo, Florian Krauwel en Annemieke Herijgers. En die krijgen een applaus. Vertel eens over jullie bijzondere combinatie van instrumenten, fagot en dwarsfluit. Wij hebben elkaar eigenlijk in september gevonden qua muziek. We kennen elkaar al langer uit orkesten. En eigenlijk toevallig dat we ergens moesten spelen en dat we dachten, fluiten en fagot, laten we dat eens proberen. Yeah. En eigenlijk, hoe langer we samen spelen, hoe meer we ontdekken dat het eigenlijk helemaal geen rare combinatie is. En dat er heel veel muziek te vinden is of te creëren is voor fluit en fagot, omdat we een bas en een basinstrument en een melodieinstrument eigenlijk hebben. Dus het is heel gangbaar eigenlijk. Florian, vertel eens, jullie moeten bijna afstuderen volgens mij, toch? Ja, dat klopt. Annemieke doet dit jaar haar bachelor-eindexamen, dat is van de eerste fase, ergens half juni. En ik heb aanstaande dinsdag mijn eerste jaar master recital, dat is halverwege mijn tweede fase. Aanstaande dinsdag. Ja, laten we even met z'n allen afspreken dat we dan naar goed katholiek gebruik een kaarsje voor deze man branden. Dat kan hij wel gebruiken. Of zie je het wel zitten? Komt wel goed. Dat komt wel goed, hè? Ja. Nou, dan hoeven we het niet te doen. Dan wensen we je toch gewoon veel succes. Ook met het stuk dat jullie nu gaan spelen, want dat is... Dubois Petite Suite, twee delen daaruit. Hier zijn ze. Het duo Fortissimo. Thank you.
Het duo Fortissimo, en ik denk dan toch bij Fortissimo, er komt een orkaan van geluid op je af. Jullie hielden het nog heel erg beschaafd. Het duo Fortissimo. Ik ga terug naar Marlon en Frederike, want we hadden net een aanstormend talent duo met een ongebruikelijke combinatie, maar dat zijn jullie ook. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen, Marlon? Ja, we kennen elkaar van het Prinses Christina Concours van heel lang geleden. Zaten we in een finale als jonge middelbare scholieren. En toen zaten we geloof ik in dezelfde kleedkamer of zoiets. Dus toen leerden we elkaar zo kennen. Ja, zaten jullie samen in dezelfde kleedkamer? Ho, 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 wacht eens even. En sindsdien zijn jullie een duo, zo werkt dat. Ja, zo werkt dat. Okay. Nee, we hebben ook tegelijkertijd gestudeerd op het conservatorium in Den Haag. Dus we kwamen elkaar ook steeds tegen. Yeah. Marlon studeerde gitaar en compositie en ik natuurlijk viool. Mm-hmm. Ze hadden eigenlijk wel steeds het idee van, nou, we willen graag een keertje samenspelen. Toen is er uiteindelijk pas van gekomen, ik geloof in 2009. Hè, van de concert. Na die kleedkamer. Precies. Het is altijd een droom geweest, die is eindelijk uitgekomen. Samen in de kleedkamer zijn. Nee, dat samen spelen. Hè? Jullie spelen heel veel verschillende stukken, maar jullie spelen ook veel van elkaar. En het had nogal wat voeten in de adem jullie vanavond hier samen te krijgen. Jullie zijn buitengewoon druk, allebei met jullie eigen carrières. Vanwaar de wens om toch met elkaar te willen spelen? Wat is jullie klik? Nou, de eerste keer dat we samen speelden, liep het gewoon meteen heel lekker. Dus het is heel gezellig om samen te spelen en ook heel efficiënt als je... Als het gewoon gezellig is en je niet over alle details hoeft te praten, maar dat je het gewoon in de muziek allemaal kunt bespreken. Mm-hmm. Dus vandaar is het zo leuk. Weinig woorden nodig, de muziek spreekt voor zich. Jullie hebben ook een wens, jullie willen een cd maken eigenlijk samen. Maar dat lukt nog niet, komt het al van de grond? Nou, we hebben inderdaad die wens al een tijdje. We hebben nog niet allebei alle praktische stappen ondernomen, maar we dromen ervan om cd op te nemen met Marlon komt natuurlijk gedeeltelijk uit Aruba. Met wat dansen uit Zuid-Amerika en Midden-Amerika. Onder andere dus de Piazzolla die je net hebt gehoord. En we gaan straks nog een Arubaans liedje spelen. Dus iets in die trend. Ze moeten nou op zoek naar een label dat daar interesse in heeft mogelijk. Je mag een oproep doen. Kijk, daar hebben we een camera voor. Meld je nou gewoon voor deze twee. Want dit is, jullie horen toch gewoon al lang een cd samengemaakt hebben. Zeker. Dus lief label. We hebben echt ontzettend veel zin om samen een swingende cd te maken. Nou, we zijn te vinden via onze website en we willen ontzettend graag met jullie samenwerken. En het voordeel is, wij zijn volgende week dinsdag met z'n allen toch al kaarsjes aan het branden. Voor het examen doen we dat ook meteen voor jullie. Dat is bij deze afgesproken. Maar jij komt, een beetje uit Aruba wordt dan gezegd. Dat een beetje zal wel, maar een soort van. Jij speelt ook veel Arubaanse muziek? Ja, dat doe ik graag. Ik ben geboren op Aruba, dus dat zijn dan een beetje je roots. Hè? Dus daar heb je een speciale band mee met de muziek. Ja. En dat is swingend en dan komt het goed uit, want jij bent een echte danseres, heb ik me laten vertellen. Nou, het is een hobby. Dansen en vooral salsa muziek vind ik heerlijk om even alles los te laten. En eventjes, kijk, met veel space zijn we heel lang in één houding. Met salsa dansen kan je alles, armen, benen losgooien. Nou, ik zou zeggen, laat maar iets horen en zien. Gewoon 10 seconden, dus we kunnen kijken hoe soepel jij in de heupen bent. Kan jij er begeleiden voor een dans? We kunnen meekijken. Ja, we hebben een hele goede danspartner, onze eindredacteur. Die ga ik er gewoon bij halen. Stefan Aerts, dat is... Ja, een applaus. Kijk, bij Virus komen altijd de presentatoren aan het woord en in beeld. Maar er zijn een aantal mensen bij Virus. Dat zijn eigenlijk de mensen achter de schermen die het programma maken. Het brein van het programma komt hier nu bij. Die man die heet Stefan Aerts. Samen met Fieke en Jet is hij de drijvende kracht van Virus. En Stefan kan heel goed dansen. Beginnerscursus 1, ja. Kijk, daarom hebben we voor jou een podium, Stefan. Kom er vooral op, een verhoging, daar ga je. Een heel groot applaus voor Stefan. En voor Frederike. Wow.
feedback gedaan. Ja, een heel groot applaus voor Stefan, die niet alleen geniaal is in het maken van een radioprogramma, maar blijkbaar ook een begenadigd danser. Je moet er terugkijken. We zetten dit speciaal voor jullie die zaten te luisteren op YouTube. Dit is nu al het meest bekeken fragment van de komende maand, verwacht ik. Hoe was hij als danspartner, Frederike? Nou, ik hoefde echt helemaal niet na te denken. Ik was helemaal aan het zweven. Fantastisch. Nou, Stefan, die kun je in je zak steken. We gaan even rustig eraan doen, want het is broeierig vanavond en er wordt gedanst. Maar vanavond hebben we ook even wat rust nodig. En dat moment is nu. Want jullie gaan een stuk spelen van Bach. Vertel, neem ons mee in dat stuk. Waar moeten we op gaan letten? Hoe moeten we ernaar gaan luisteren? Help ons, Marlon. Ja, Frederike weet het nog veel beter, want het is eigenlijk een vioolstuk. Het is oorspronkelijk geschreven voor viool en basso continuo. En het betekent dat ik de partij speel van clavicymbal en cello. En dat Frederike zeg maar de solo partij heeft. Frederik, hoe kan jij ons dan meenemen? Leg het ons uit. We zitten hier allemaal verhit van jouw dans. Maar we gaan nu rustig luisteren. Vertel. Je hebt eigenlijk alleen maar je ogen dicht te doen. Je voor te stellen dat je in een bootje ligt op een kalm meertje. En laat je maar gewoon lekker meevoeren. Het is alsof het een meditatie is. Laat het maar over je heen komen. Dat gaan we doen. Hier zijn Marlon Titre en Frederike Saijs met het eerste en tweede deel uit Sonate in G groot van Johann Sebastian Bach. Marlon Titre en Frederike Saijs. En het orkest, het RE Orchestra, is bijna compleet. En dan zijn ze weer. Wauw, nou hier. We hebben een meester aan het werk gezien, Roberto en het RE Orchestra.
Wil je nou meer weten over het RE Orchestra, of over Marlon Dietre, over Frederike Saijs, over Codarts? Kijk dan op radio4.nl/virus. Daar staat informatie over iedereen die je vanavond hier hebt kunnen horen. Dr. Classic. Ja, Dr. Classic. Kennen jullie Dr. Classic allemaal? Dr. Classic verhelpt elke klacht, pijntje, kwaaltje, wat je maar kan hebben. En dat doet Dr. Classic door middel van muziek. Vorige week zat er iemand hier in het publiek die had last van tijdsgebrek. Zelfs daar weet Dr. Classic een oplossing voor. Het gaat niet alleen over knieën of over hoofdpijn of over wat dan ook. Nee, ook over tijdgebrek. Dus Dr. Classic helpt een patiënt uit de brand. En het is vandaag de dag van het vinyl, al de hele dag. Dus Dr. Classic doet dat vandaag op ouderwetse plaat. Dr. Classic. Veel mensen lijden aan tijdstoornissen. Dit kunnen korte, hevige aanvallen zijn, maar bij een groot aantal patiënten gaat het om langdurige klachten. Zij lijden aan zogenaamd chronisch tijdgebrek. Hoewel de oorzaak voor tijdgebrek zeer verschillend is en daardoor lastig te bestrijden, bestaat er een uitstekend middel dat de symptomen van tijdgebrek effectief wegneemt. Tweemaal daags, anderhalve minuut syncopated klok van de Amerikaanse farmaceut Leroy Anderson hebben een groot kalmerend effect en geeft u het gevoel dat u niets te doen heeft. Syncopated klok geeft u feitelijk de tijd weer terug. Let op, bijwerkingen kunnen zijn lamlendigheid en chronische verveling. Ja, dat was de remedie van Dr. Classic voor mensen met tijdgebrek. Ja, ik snap hem wel, want het is een wekker waar je maar naar kan blijven luisteren. Het was in ieder geval een goede oplossing. Mocht je zelf nou een klacht hebben, Dr. Classic kan alles verhelpen. Meld je dan via Facebook of via onze eigen site. Dan gaan wij nu verder met live muziek. En dat doen we van Claren McFadden en Dimitar Bodirov. En zij spelen een stuk uit de opera Lilith. En ik praat gezellig door, omdat Claren ondertussen haar microfoon nog even moest bevrijden. Dat is gelukt. Dus hier zijn ze. Good evening. So, who should I be tonight? Mary? Jane? Lynn? Aha. Something more exotic? Lola? Lolita? Oh, Susie? Juanita, siren, killer, whore, coquette, the daughter who would not break. Someone said of sun and moon, both can't rule the sky. Why? One must cool. Reflect, one shine, one follow, one lead, but why? I ask the question, I can't back down, for Harriet, Salah, Tembe, what's your name? For Erica, for the ousted moon, and all the women throughout history. Even Eve, I can't back down for me.
Someone said of sun and moon, both can't rule the sky. Why? En terwijl Claren McFadden de witte wijn opdrinkt, wordt er hier hard geapplaudisseerd. Dit was een stuk, dat heeft alles te maken met de operadagen die deze en volgende week worden gehouden in Rotterdam. Een stuk uit Lilith. Wie was Lilith? Oh, je krijgt mijn microfoon. Oh, daar ben je. Leef ik? Ja, en anders doen we met twee microfoons. Ja, kijk, een stereo. Lilith is volgens de Joodse mythologie de eerste vrouw van Adam. Ze werd gelijktijdig, gelijkwaardig aan Adam. Geschapen. En dus zij dacht het gelijk waren in de ogen van God. Maar Adam die had andere ideeën daarover. En toen zei ze, I'm out of here. Ze verliet het paradijs. Zij verliet het paradijs omdat zij zegt, ja, waarom moet ik me gewoon in een soort koers lijven? Waarom heb ik de kans niet gehad om te ontdekken wie ik ben als mens? En een stuk dat jullie nu opvoeren, dat is gecomponeerd door Dimitar hier achter de piano. Waar zijn jullie te zien en te horen deze en volgende week? We zijn volgende week hier in de kleine zaal. We hebben twee avant-premières, heet dat dan, in het kader van de operadagen op 31 mei en 1 juni. En dan de première is dan in Holland Festival in Bellevue op 2 en 3 juni. En dan komen we dan weer in Utrecht en Den Haag. En wij kregen nu net al een klein voorproefje, maar we willen er nog een. Dus... Dan hebben jullie nog wat in de aanbieding? Dat hebben we nog in de aanbieding. Ja. Oké, hier zijn voor de tweede keer Claren McFadden en Dimitar Bodirov namens de Operadagen Rotterdam. You let him name. Claren McFadden en Dimitar Bodirov uit de opera Lilith. En ze zijn deze en volgende week hier in Rotterdam te zien. De operadagen in Rotterdam. Ik ga terug naar Marlon Titre en Frederike Saïs. Kijk, we horen al wat gezellige Arubaanse muziek. Je hebt al over je verteld, over je roots, Marlon. Het volgende stuk wat jullie gaan spelen heeft in zekere zin met jouw roots te maken. Ja, het is een stuk van een Arubaanse componist, Boetje Boekhout, een nog levende componist. En ik kreeg het in handen geduwd door iemand die een keer op vakantie was hier. En het werd meteen een van mijn favoriete Arubaanse stukken. En het is een stuk dat gaat, heb ik me dan laten vertellen, over een chick. Ja, het is een wals. En dan vraag je je af, waarom staat de Rosemarie boven? En dan denk je, oké, daar komt de inspiratie vandaan. Dus laten we maar denken aan een meisje X. Hoe heet ze ook alweer? Ja. Rosemarie? Of zoiets. Of zoiets. Maar een Arubaanse wals. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ken wals vooral André Rieu natuurlijk. Wat is het verschil tussen een Arubaanse wals en de wals die we kennen?
Nou, de Arubaanse wals is lekker aanstekelijk, als een virus. Een virus. Kan je al heel kort iets laten horen wat het verschil is tussen die twee? Kun je iets laten proeven? Ja, dus een, zeg maar een Europese wals gaat in 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En, en een Arubaanse wals gaat in 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dat is het verschil. Veel aanstekelijker. Het is, ja, het zwinkt lekker. Maar ze zijn allebei leuk. Dus, We gaan luisteren naar een stuk over Rozemarie of over welke vrouw dan ook. Hier zijn voor de laatste keer vanavond Marlon Tietre en Frederike Seys. Marlon Tietre en Frederike Seys met de Arubaanse wals Rozemarie. En ik zei dat ze voor de laatste keer te horen waren vanavond. Dat is niet zo, want we sluiten Virus elke week af met een clash. We spelen alle muzikanten die vanavond, of elke avond er dan zijn, samen de kankan. Maar dat doen ze samen met ons gewillig slachtoffer, normaal gezien. Degene die de vuurdop wil ondergaan, die dat instrument wil bespelen. Dus vandaag Pieter, en Pieter wil het saxofoon spelen. Jij kan het nu al of niet? Nou, het wordt gezegd. Vind je dat zelf ook? Ik ben best wel een perfectionist, dus ik denk dat er altijd verbeteringen zijn. Maar het niveau wat ik nu heb is volgens mij wel toereikend om hier even wat te kunnen laten zien. Want het is niet niks, hè? Jij gaat tussen een orkest zitten, jij gaat tussen allerlei professionals zitten. En dan zeg jij heel zelfverzekerd, mijn niveau is goed genoeg. Eens even kijken, daar is het plekje voor jou vrijgemaakt. Je mag naast de talenten van Codarts gaan staan. Die zijn nu al geïntimideerd door het feit dat de opleiding waar zij een paar jaren over doen, dat jij dat in een uurtje hebt gedaan, zo ongeveer. Dus Pieter gaat klaarstaan. En voordat we aan de eindclash gaan beginnen, wil ik nog zeggen dat al onze uitzendingen na te luisteren en te zien zijn op radio4.nl/virus, Cultura24 of TV Rijnmond. Volgende week dan is Jan-Willem Roodbeen en hij presenteert een hele bijzondere aflevering. Kijk, en normaal zou ik dan... Ja, het gaat gewoon al sneller. The Voice is het. The Voice of Virus gaat hij presenteren. Met een heleboel spannende crossovers. Er wordt gegrunt. Carmen van Bizet. En dat is volgende week. Wij gaan nu afsluiten met de gezamenlijke eindclash.
live als dit de kan. Dit was Virus. Wil je Virus nou ook bijwonen? Kom dan naar Rotterdam volgende week. Wij gaan hier door... Ik wilde zeggen, we gaan hier door met een DJ. Maar dat doen we niet. We gaan door met een koor. En die komen hier op het podium. Nou, dat kan bij Virus. Ik krijg hier iets in mijn handen gedrukt. Zij spelen. Zij zingen een stuk uit My First Suicide. Dat is in het kader van de Operadagen in Rotterdam. Dit was Virus. Kijk nog even mee.